allereerst allemaal lid worden van de WEC, heb ik gehoord. Drie dagen geleden tot nog toe 800 woningen lopen, blijkbaar een paar rijden. Nog zeker een paar rijden. Verder, rondes van het gas zelf zelfvoorzienend. Energie lokaal opwekken, dus lokaal benutten. Kijken waar is het veel en waar kunnen we het zeker goed gebruiken. Wijkactivisten voorbij komen, corporaties, projecten gezamenlijk zien die het zeker. Kijk naar voren, richting wat is er hier nou, wat kunnen we hiermee samen, wat willen we hiermee. Zo wat energie. Houden wat je hebt is genoemd, vergroenen. Voorzieningen hier houden, ondernemers kansen bieden dat we ze hier ook weten te houden. Dus dat is misschien ook wel duurzaamheid. Er was nog een leuk idee. Wommelsters helpen Wommels. We hebben energiecoaches. Er zijn ook heel veel Wommelsters die wel kennis hebben. Er zijn ook heel veel Wommelsters die heel goed wel isolatie kunnen aanbrengen. Misschien is het een leuk idee om zoiets op te zetten. Met sommige helpers heb ik ook geschreven. We willen allemaal deelauto's. Allemaal willen ze elektrisch. Het is genoeg dat de jeugd gewoon anders in het leven staat, minder waarde hecht aan het bezit. We moeten daar goed inspelen. We willen een appgroep zodat we de deelauto's met zich kunnen inzetten als vervanging van café. We willen meer laadpalen, snelladers ook. We willen leuke acties in het kader van regentonnen, composttonnen, steenbreekacties. Dat we daar zelf in gestimuleerd worden, eventueel met subsidie. We willen natuur vergroenen, klimaatadaptatie, dorpstuinen, biodiversiteit, natuurspeelbos. En we willen ook minder afval, minder plastic. En bewust worden hiervan circulariteit, repaircafé. Nou, klinkt ook heel goed.